vrienden van Jo. Kom eens! Maar hier zie, dat moet niet wel lekker. Godverdomme, sta je aan ons deren? Dat is een reportage. Ah, van zware films. Goedenavond. Hey, Kallis. Dat is een taffere film. Oh, hey. Allemaal geen probleem. Maar waarom wordt dat gefilmd? Even. Ah, waarom? Ja, ik had er wel moeten overleggen met mijn manager. Ja. Omdat die en een duvel? Nee, geen duvels. Ah, geen duvels. Weet je haar een paprikatje? Paprikatje? Oh, een keer boven. Voilà. Dat doet mij pijzen, Ayoa. Moet dat op camera? Moet ik dat uitleggen? Wat? Maar ja, dat is dat eigenlijk een goede attribuut. Ja, maar ja, ik weet het niet. Is dat er iemand die een waarde? Ja, ik ben ooit met Johan Topen een hele avond aan de opatuur geweest. En je hebt dat voor mijn verjaardag dat hij dat optreintje, een jazz optreintje, op cd'tje gezet. En dat is dat cd'tje. Voor de camera, alsjeblieft. Hier is de Johan zelf. Je ziet het een beetje. Wat? Oh ja. Ja. Dat is de Johan. De andere Johan. Ja. En misschien ook de Johan. Een tweeling. Duvelflaskjes doen wij ook altijd. Denk aan de Johan. Drank aan Johan, dat is een mooie assessorat. Drank aan Johan, dat is een vreemde assessorat. Westkunde. Westkunde doen wij altijd pijzen aan de Johan. Hoor. Westkunde. Hier, Westkunde. Knol. Westkunde. Wat doet er aan de Joopijzen, zaken? Ik kan die ook niet zo. Maar dat bestaat niet. Dat doet men aan de Joopijzen. Ah ja. Oh, squennen. Behoorlijk goed dan. Squennen. Squennen. Wat is met de posten? Ah, beide. Kom maar met je dichter, dat je blauwe wind hebt zo. Doe het zijn. Ik ga hier eerst maar wat zo. Ja. Mag ik daar even over pijzen? Dreed, Karel, verhoort. Draak. Kan je gevoelens, jongen. Parool. Vanuit de buik. Oké. Bam. Moet hij lachen? Nee, jongen. Nee, mooi uit. Joetje, kerel. Toen kan blijven. Ik met z'n hart ongelooflijk veel keer. Maar ik heb gisteren nog meer gehad van Joetje. Dus zo blij dat ik je horen hoorden. Oh ja, maar je stuurde eigenlijk geen mails. Ook ik geen mails stuur, nee. Jongens, maar nee, ik zou het vrij beide vinden dat ik vind het wel beide wat hij doet. Ja, en Jootje, de grote boodschap, zorg dat hij terug zit op 1 juli voor Radio, heet ik eigenlijk, want anders. Maar toch, respect. Respect voor de Johan. Wake from your sleep. The drying of your tears. Today we escape, we escape. Vrienden van Jo. Jeroen. Leo! Yo! Ga je een keer roken doen? Nou ja, misschien niet. Het is heel vriendelijk. Misschien niet. Ja. Hallo! Mogen wij eventjes binnenkomen? Ja, natuurlijk. Graag zelfs. Mogen wij uw kamer betreden? Dat mag. Ja, ja. Zolang je maar kan bewijzen dat je bezig bent met Jo. Shit! Hey! Vrienden van Jo waarschijnlijk. Vrienden van Jo, zijn er hier elementen aanwezig van Jo? Tja, ik denk het niet. Eventjes zoeken. Nee? Nee. Wacht, misschien in de kamer. Er is altijd hoop. Trouwens, vandaag gemerkt dat Jo zijn nickname op MSN El Chaval is. En ik dacht, is dat nu is dat een het, paard? Het paard? Het paard. En dan dacht ik, oké, misschien de hengst in Joachim. Maar dan pijs ik, misschien is hij toch wel liever, alleen niet liever, waarschijnlijk liever een klasse hengst. Uh-huh. Maar joh, ik denk dat hij meer van een boksje weg.
elkaar. Dankzij Joachim. Dankzij Joachim. Dank u, Joachim. Nog iets waar Joachim ook naar... Radiohoofd. Dankzij Joachim. Ik ben een beetje leren kennen. Speel ik dat eens een beetje. Nog iets van Joachim. CD'tje waar dat Joachim met meespeelt natuurlijk. Ergens. Daar tussen. De kamer is klein en ook Joachim is klein. Ja, nee. Dat is mooi. Mooi. Goed. En ik ga, net als Joachim nu, waarschijnlijk op Erasmus. Ja? Dus aan die, als ik wel ga pesten, Joachim van... Joachim doet dat ook. Hoe zit dat? Ah ja, weet je wel. En, maar... Heeft het hart wat meer ruimte, dan kan het ademen en aan Joachim denken. Nee, joh, ja, weet je, amuseer je nog. Het is niet langer meer. En... Ja, we moeten weer afspreken, nee, want hij zit cement tussen de vriendenkring. Ik heb dat al gevoeld. Ik zie veel minder van die mensen. Het is al 2 maanden alleen dat ik ze gezien heb. Hier zijn we dan. Ja, dankzij Joachim weer al. Joachim, we hebben alles aan jou te danken, man. Kom terug. Dag Jo! Ik zit niet echt in het scherm, zeg. Ik sta hier eigenlijk. Man, toch iets. Ik sta aan de video. Op de video, zeg. Is dat een videocamera? Dat is onze videocamera. Speciaal gekocht voor de Jo. Ik weet niet, eigenlijk zal ik niet zo een beetje fel. Is het tamelijk zwaar voor? Ja. Het is voor Tronberg te maken. Oké. Okay. Ja. Video. Heb je iets gedaan van Jo, de laatste taal? Ja. Ik heb een tekening gemaakt van Jo, terwijl hij melkt een lama stuit te pakken. Ziet je dat uit? Ja, Jo kan dat wel. Ja, dus dat, als er iemand kan Jo, is het hij. Zalig. Ik vind het redelijk ziek. Ik heb vooral zijn zwijnhuisjes kunnen vatten, terwijl hij de lama pakt. Vaak, dat moet je goed. Kun je lang een zicht naar doen. En heb je nog iets gedaan van Jo, bro? Nee, niet echt. Wat dat dan naar deur sturen of wat dat dan naar geven? Ja, maar God. Het zijn eigenlijk angst in een of ander museum. Of het nageslacht. Jawel, pakkend. Mooi. Ben je anders nog met een pakkende boodschap voor jou? Daar zit. Ja, maar bij de rest kwam het allemaal zo voorbereid over, maar bij mij kwam het recht uit het hart. Jo? Ik weet niet wat hij nu op dit moment zegt. Maar we denken aan u en ik wil een hapje. Dus hij, in Spanje heeft dus een schiereiland, dus een Gibraltar, en zit naar hapjes in. Kun je van mij het gemeenste hapje meedoen als daar vind je? Merci hoor. Merci.